We wachten al lang erop. We zijn dit jaar 10 dagen later dan normaal. En zo zijn we heel blij dat het nu kan starten. Hè? Wat doen jullie vandaag dan? Ja, we steken nu voor de tweede keer hier de teelt en de verkoop staat onder weekend. Gaat dat goed, die verkoop van asperges tegenwoordig? Ja, dat is traditie bij ons. Dat is meer dan 25 jaar. We hebben heel veel klanten die graag op het land komen om verse producten te kopen. Hè? Dan zijn we in Isselburg, vlak langs de grens. Zijn er nou ook veel Nederlandse klanten hier? Ja, vrij veel. Dat is in Ruim de haven van alle klanten, ja. Wat is dan de charme van zo'n boerderij? Is dat misschien ook dat het mensen aantrekt? Natuurlijk, en ook te zien waar de producten vandaan komen. Dus dat is natuurlijk in deze tijd van heel belangrijk, omdat de mensen altijd willen weten van waar de producten komen. Hoe kunnen we nou asperges op de lekkerste manier klaarmaken? Ja, hier zijn we nu bij ons in de keuken en we bereiden voor onze klanten veel asperges. En we doen het meest in de steamer, voor ongeveer 17 minuten. En suiker, zout en dan gewoon koken. Niks verder doen. En hoe wordt het hier in het restaurant geserveerd? Ja, op verschillende manieren. Dus gewoon met ham, met ander vlees, met aardappel, met andere producten. Gemengd als salades, wat u wilt. Hè.